Ten slotte praten we met Peter de Vries, misdaadjournalist. Ik mag zeggen dat ik een aantal ontvoerders ken. Met name natuurlijk de Heineken-ontvoerders. Dat zijn in mijn ogen allemaal mensen geweest die buitengewoon goed bij de les zijn, weten waar ze mee bezig zijn. Ik durf te zeggen dat een man als Cor van Hout, met wie ik dan het boek over de Heineken-ontvoering heb geschreven, dat een buitengewoon slim man is. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en extra gedreven raakt als het wordt tegengewerkt door politie en justitie. Om 20:30 bij SBS6 in Peter R. de Vries. Het verhaal achter de relatie tussen topcrimineel Klaas Bruinsma en bijna prinses Mabel Wisse-Smit. Hey, ik ben Charlie, de bodyguard van die lange. Klaas Bruinsma. Mabel, ken je me nog? Ik jou wel. De naam van Nicky Verstappen is gevallen. Moord die tot ieders verbazing onopgelost bleef. Voor het eerst in 20 jaar durft de familie van Nicky Verstappen, bijgestaan door Peter R. de Vries, erin te geloven dat de dood van hun zoon en broer mogelijk toch nog opgehelderd wordt. Ik kan me niet neerleggen bij de gedachte dat hij niet gepakt wordt. En dan zeg ik maar tegen mezelf, Saddam Hussein en Osama Bin Laden zijn ook ooit gepakt, terwijl iedereen dacht dat ze forever weg konden blijven. Dus deze man moet helemaal opgespoord worden. Eerder zal ik ook niet rusten. Goedenavond. Jos B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, werkt mee aan zijn uitlevering. U wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, als gezegd, voor de duur van 12 jaar en 6 maanden. Ik ben tevreden over de uitspraak van de rechtbank. Dit is het maximaal haalbare misschien wel. Bijna 5 jaar lang zijn we in werkelijk tientallen uitzendingen uw aandacht steeds maar weer blijven vragen voor de Puttense moordzaak. En vanavond voor de 36e keer aandacht besteed aan de Puttense moordzaak. Die vanmiddag eindelijk de doorbraak kreeg waar we al die jaren voor gepleit hebben. De Puttense moordzaak wordt heropend. Tot die opmerkelijke beslissing kwam de Hoge Raad vandaag. Ja, dit is absoluut een hele grote overwinning. Ik kan me ook eigenlijk niet heugen dat ik met kriebels in mijn maag naar een uitspraak ben gegaan. Dat is heel lang geleden, maar vanmiddag had ik die wel. Toen was de spanning echt om te snijden. Ja, ik was hartstikke blij om het ook te horen. Ik kon wel een gat in de lucht springen. Ik weet het, dat ik het niet gedaan heb. Maar nu is het een tastbaar iets voor iedereen dat ze zeggen van, nou, zie je nou wel. Dames en heren, goedenavond. Een misdaadverslaggever, een oud-politiewoordvoerder en een politieke alleman gaan op stemmenjacht. En ze willen tenminste 15 zetels in de Tweede Kamer. Onder de naam Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang, PRDV dus. Hallo, dag. Nou, hartelijk gefeliciteerd voor de nieuwe bakken politicus. Ja, hè? Echt. Het is er met jullie gebeurd. Ja. Wij gaan het juist heel anders doen. En daar is een bepaalde onbevangenheid voor nodig. Een bepaalde frisheid. En ik denk dat ik die wel meebreng. Goedenavond. Joran van der Sloot heeft in gesprekken die zijn geregistreerd door Peter R. de Vries diverse malen herhaald dat het lichaam van Natalie Holloway door een vriend van hem in zee is gedumpt. Er is daar gewoon iets gebeurd. Natuurlijk is daar iets gebeurd. Man, ze is er toch niet meer. Dat je een onschuldig meisje dat doodgaat op het strand, even in de zee dumpt en dan gewoon thuis gaat slapen en daar geen minuut van wakker ligt. Volgens mij maak je daarbij niemand op de hele wereld indruk mee. Wie moet er hier nu excuses aanbieden, Joran? Mij mag je overslaan. Hoe zit het met Natalie, haar moeder Beth? Willem Holleder moet 1,5 maand de cel in vanwege het bedreigen van Peter R. de Vries. In aanwezigheid van mijn echtgenote heeft hij mij herhaaldelijk, het was niet één keer die avond, maar herhaaldelijk, fors bedreigd. De zussen van Willem Holleder hadden het voorspeld. Holleder zou een huurmoordenaar op ze hebben willen afsturen. En op Peter R. de Vries. Ik ben natuurlijk de zussen behulpzaam geweest bij het afleggen van hun geheime verklaringen bij het Openbaar Ministerie, die nu tegen hem gebruikt worden. Nou ja, dat is iets wat hij mij natuurlijk niet in dank afneemt.
Misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft een belastende geluidsopname van Willem Holleder aan het OM gegeven. En vanwege al het voorgaande legt de rechtbank aan u een levenslange gevangenisstraf op. Heeft u inmiddels contact gehad met de zussen? Ja, ik heb contact met ze. En hoe hebben ze gereageerd? Ja, emotioneel. Dat emotioneert u ook? Ja. Misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft het aan de stok met het Openbaar Ministerie. Hij wil samen met advocaat Peter Schouten Nabil B. bijstaan in het Marengo-proces. Dat is het liquidatieproces waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Ik doe dit niet alleen om de kroongetuige van dienst te zijn, maar ook omdat ik het belangrijk vind om naar de daders van de moorden op Ridouan, de broer van de kroongetuige en advocaat Dirk Wiersum, een duidelijk signaal af te geven dat zo'n misdrijf niet lonend is. De nieuwe advocaten van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, staan op een dodenlijst. Ook Peter R. de Vries, die vertrouwenspersoon is van Nabil B., loopt ernstig gevaar. Ik zou natuurlijk geen knip voor de neus waard zijn als misdaadverslaggever met 40 jaar ervaring, als er zoiets op me afkomt en dat ik dan zeg, ja, maar wacht even, dat wordt me even te heet, jongens. Daar heb ik geen keuze in, vind ik. De 34-jarige Saif Ahmed is een hardwerkende kapper uit Amsterdam. Maar 2 jaar geleden wordt de vader van 2 kinderen doodgeschoten in zijn auto voor de ogen van zijn dan 14 maanden oude dochtertje. Hij ontkent tegen de klippen op, hè, en doet dat ook best overtuigend, die verdachte. Maar als ik gewoon het bewijs bij elkaar optel, ja, dan is dat, dan heeft hij de schijn toch wel meer dan tegen. Waarom doe je dat? Ja. En ook daar heeft hij weer een heel mistig verhaal over. Dankjewel, ja. Peter.